ik kan nog even wat aantrekken. Wacht ik even tot je terug bent, Poezel, en dan beginnen we. Het duurt wel even, ja, maar dat is volgens mij altijd wel zo. Het viel mij niet op, in ieder geval, Heidi. Ik weet het niet. Ik gooi hem er gewoon nog een keer in. Ja, die 9999 heeft het wel door, want die heeft zijn of haar eigen nick veranderd. En ik heb geen zin om een hoelies te doen, bovendien. Heb ik geen lijstje om het ermee te vergelijken. Ja, inderdaad, oma. Oh, die 999 is Heidi. Ach ja. Als het er maar één is of twee, dan, nou, die 99 valt me op. Maar als je een heel rijtje light ERC'ers hebt, ja, dan is het niet uit elkaar te houden. Dus ja, dan is het wel gewenst om een nick in te vullen. Poezel, ben je al terug? Nee joh. Als mensen vervelend worden, is dat een ander verhaal. Inderdaad, Selina. Ook radio, ja. Ja, ik neem op, Retje, dank je. Poezel, waar blijf je? Ik wil beginnen. Sokken en een trui aantrekken, dat is toch niet zo heel veel werk. Ja, inderdaad. Ja, dat kan ook allemaal. Goed zo, Til. Dan wachten we alleen nog op Poezel. Nee, geen struis en ja. Ja. Ik heb het vergeten vandaag, trouwens. Sorry. Maar de laatste paar keer dat ik een berichtje stuurde, kwam ze ook niet. Dus nou ja, ik denk dat die overal een beetje zat van is dan. Oh ja, doe dat, Til. Ik wil, ja, ik ga, ja. Oké, okay. Even prees nog en ik ga niet langer op Poezel wachten. Dus als jij hebt gemeld dat je Trish hebt gewaarschuwd, ga ik even geven. Ja, klopt, Seffen. Ze heeft een ban op Ito Subforum.
We gaan zo in ieder geval met nummer 1 beginnen, scheidsrechter. Yep, we beginnen bij 1. Oh. Ik heb haar nummer ook niet. Kan dat dan, joh? Nou ja, ik ga beginnen. Nee, het is niet hetzelfde lijstje hoor. Deze heb ik vorige week overgeslagen.
Jep, Tilly. Vrije trap. Nee, ik zit niet aan de space cake. En we gaan door met nummer 2. Dank je, bad eentje. Leer het ook nooit. Nou zeg, waar zit dat gat? Oh, daar zit er nog een. Volgens mij is het zo. Die reken ik goed, D. Yep. Carpool of carpoolen. Tilly weer. Autocue. Vind ik ook helemaal niet zo slecht bedacht. Eigenlijk.
Oh, oma. Oh, kut is dat, oma. Ja. Ja, helaas. We gaan door met nummer 3. Maar eerst even een slokje. Ik heb geen idee, Heidi. Maar dat kan ik nu ook niet uitzoeken. Ik zal er straks even kijken waar dat zit of zo. Ik heb geen flauw idee. Nou, de winnaar is ook binnengekomen. Hij heeft alleen maar geen punten. Nummer 3 had ik al gezegd. Ah, dat vind ik een compliment, Bad Eendje. Ik heb het ook wel eens dat ze denken, huh? Nou, dan heb ik iets niet goed gedaan. Geen goede kleur.
bijna. Zayena en Heidi, 1 seconde later. Dus die zijn, hebben allebei een punt. Jij zegt boerenworst, maar het is boeren met worst. Het zijn 2 boeren met 1 worst, boeren met worst, dus geen boerenworst. Ja, maar die waren te laat. Even kijken. Tilly kwam met boerenworst. En toen kwam Sayina op 56 met... Oh nee, ook oh, boerenworst, ook oh, boerenworst. Boerenlever. Oh, je hebt gelijk, Poesel heeft het goed. Ja, 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 ja. Ik zie het, my bad. Yep. Vier ga ik overslaan. Ik ga 5 doen. Ah, Poezel. Nee, maar dan doe als jullie massaal beginnen te protesteren, dan heb ik dat toch wel door, hoor. Maar... Poezelig ding dus. Maar het is wel prettig dat het er is. Want dan duurt het allemaal weer langer. Ach jeetje, Poezel toch. Hé, hey, Splister. Hi, Plish. Moet nog even een slokje en een trekje. Als je in slaap gekukeld. Oh ja, dat heb ik. Dus inderdaad, er is een storing geweest en er zijn dingetjes veranderd, maar je bent er gelukkig. Nummer 5. Is hij al geraden? Jeetje.
Lekker dan. Godverdomme. Maar gefeliciteerd, Redje. Ja, dat was zeker snel. We gaan door met nummer 6. Even kijken hoe dat ging hard. Stroomstoot. Hey, potje strook. Wie was het eerste? Potje, Omenijn, Ratchet eens. Vier armen. Binnen 2 seconden. Oké. Okay. Potje, Nijn, Ratchet, Zena. Potje, Nijn, Ratchet, Zena. Ja, bij mij ook. Maar ik heb die secondenregel. Ik bedoel, als het meer dan 2 seconden later is, dan reken ik hem niet goed. Maar als er maar 1 of 2 seconden tussen zitten, dan reken ik hem wel goed. En nu ben ik kwijt helemaal. Maar goed. Stroomstoot.
Potje en oma, Rutjes Rina. Pot, oma, Rutje en Zena. Identified. Even kijken, als wie kwam jij binnen? Oh, ja. Ik zie wat er gebeurt, potje. Dan is er iets niet oké met je wachtwoord. Maar goed, ik weet dat je potje bent. Oh, die fiets, ja. Als je het over een tijdje nog een keer probeert, dan doet hij het misschien wel, hoor. Merk doet nooit zo moeilijk over... oh my god, oma heeft het goed. Over verlopen en zo. Oké, nummer 7. Wat is er? Ja, oma heeft het punt, klopt. Dan gaan we door met nummer 7. Of zijn er mensen, ja, die misschien behoefte aan een plaspauze hebben straks? Roept u maar. Spacecake is fout. Dat is wel leuk trouwens, maar nu kan hij niet meer. Nergens op. Heidi, 5 seconden later. Een B&B in Utopia, precies. Zijn er mensen die behoefte hebben aan een plaspauze? Geen plaspauze?
Ja, dat is kut, Heidi. Het kan nooit echt helemaal hetzelfde tijd met het internet. Not yet. Nou, dan doen we de volgende. En dat is nummer 8. Inderdaad, behoorlijk scheef. Baby is kapot. Babypoeder, poes. Ik moet gewoon raak denken. Dank je, poes. We gaan naar nummer 9.
Of moeten mensen al plassen? Oké, na deze. Potje. Hey, ramptoerisme. Yep. Verdorie. Als je wat raadt, dan laat je me nooit mijn tekening afmaken. Retje. Maar ik ga hem toch afmaken. Jullie kunnen vast gaan plassen. Zat er dik in natuurlijk. Ja, die moest ik dus nog tekenen, Pris, die ramp. Maar toen werd hij al geraden. Die dingen, ja, van die dingen. Maar het is nu plaspauze, ik maak hem gewoon even af. Nou, ziet het er al wat ramperiger uit zo? Oh, sorry. Ramptoerist. Nou,
Nee, oma was bij mij 2 seconden later dan Retje. Dus die krijgt ook een punt. Hij krijgt nog wel een rood petje trouwens. De ramptoerist. Trouwens, na de plaspauze doe ik er nog 3. Zeven. Retje. Hoezo? Oké. Even kijken, over 4 minuutjes ga ik weer door. Ik zou het leuk vinden, ik weet het niet, want ik weet dat Daafje, die wordt 23 oktober aan de pols geopereerd. En dat is, hoewel een kleine, maar qua herstel een pittige ingreep. Dus dat weet ik niet. Maar ik, als het kan, dan ben ik er. Ja. Dat heeft ze 2 jaar geleden of zo ook gehad aan de ene hand en dan moet de andere hand. Ik ga even een vers biertje pakken. Deze is veel te leeg.
Ik ben er weer. Even 1 minuutje gaan we weer verder. Poes is terug. Waren er nog meer mensen aan het plassen eigenlijk? Niemand heeft zich gemeld, hè? Geloof ik. Ja, dan gaan we door met nummer 11. D. Scheids, publiek. Nummer 11. Nou ja, whatever je dan ook deed tijdens de plaspauze. Nummer 11. Mooi zo. Dat is dus, we gaan er nog 3 doen. Ik moet even wat herrie hier afzetten. Waar is mijn muis? En mijn muis kwijt. Oh, daar is mijn muis. Doe ik mijn muis raar, joh. Nou, oké, laat maar. Dan maar herrie. Zuipschuit. Godverdomme. Maar gefeliciteerd, oma. Nou ja, vandaag even niet. Kutwater, de tyfus. Ja. Oma. Ik ga er nog 2 doen. Even kijken hoor. Ja, nummer 12.
oma. Jezus, Lotte. Nou eens. Nou, de laatste gaan we doen. Even kijken welke. Nummer 19. Nee. 16. Nummer 16. Ja, maar ik heb mijn merk zo ingesteld dat als je mijn naam tikt, Don Tonja, en allerlei verschillende variaties, dat ik hem een pingel krijg op merk, Retje. Oké, Tilly, leuk dat je er was. Ja, het is wat uitgelopen inderdaad. Ik ben wat later begonnen. Oma. Zo dan, oma. Ja, ik zei het, hè? Elke keer als jij zegt, nou, het wordt niks, dan win je gewoon, muts. Ja, hoe voelt dat, oma? Vertel. Wat ging er door je heen? Niks mis mee, nee. Jullie ook bedankt allemaal. Poezel, graag gedaan. Ik had er weer lol in vandaag. Het was even een tijdje geleden. Absoluut D, ja. Geen, even kijken hoor.